Hoe zijn wij het seizoen ingegaan? Ja, ik denk goed. We winnen eerst de eerste wedstrijd van Feyenoord thuis. Iedereen had een goed gevoel en ja, daarna ging het wat minder. En ik denk dat wij na de winterstop echt met een paar versterkingen echt een hele goede tweede seizoen zelf hebben gedraaid. Alleen ja, uiteindelijk is het doel om erin te blijven. En dat is helaas niet gelukt. Hoe was het gevoel tijdens de winterstop? Want ja, toen gaf niemand meer een cent voor de club. Hoe was dat bij jullie? Ja, ik denk toen wij op trainingskamp gingen, dat we echt naar elkaar toe zijn gegroeid als groep zijnde. En ja, met die twee versterkingen erbij, of drie, ja, kregen we weer een goed gevoel. En ik denk dat de eerste wedstrijd thuis, dat het ook een goed gevoel gaf dat wij toen met 5-1 wonnen van Fortuna. Ja, en daarna voelde je gewoon dat we als team gewoon naar elkaar toe groeiden. En ja, op een gegeven moment had je gewoon een goed gevoel van, dit kan nog wel een goed seizoen worden. Misschien kunnen we ons nog gelijk direct handhaven. Wat ook gewoon kon, als we een paar wedstrijden gewoon wat meer geluk hadden in de afwerking. Alleen ja, wat jij net zegt ook, ze hadden ons al afgeschreven voordat de competitie begon. Ze hadden ons geen stijver gegeven. En uiteindelijk hebben we ook nog de na-competitie gehaald, wat ook gewoon goed voor ons was. Ik denk ja, dat het gewoon heel jammer is dat wij gewoon die wedstrijd hebben weggegeven hier thuis. Want ik denk dat het publiek achter ons stond, dat was niet het probleem. Het lag aan onszelf. En ja, dat wij nog in 15 minuten tijd twee goals tegenkrijgen, dat mag ons niet gebeuren. Het is natuurlijk wel vaker gebeurd dat we makkelijk goals tegenkregen. Maar waren de spelers op? Was het te veel in 10 dagen tijd zoveel wedstrijden? Ja, het is zwaar. Dat weet iedereen. Play-offs wedstrijden zijn ook nooit... nooit makkelijk. Het is veel, veel werken, veel duels, bijna nooit mooi voetbal. Dat hebben de mensen misschien ook nog gezien. Alleen ja, op een gegeven moment moet het niet te zwaar zijn, want het gaat om leven en dood. Het gaat de keukenkampioendivisie of eredivisie. En ja, ik denk dat je aan die goals, ik weet niet of je daar wat aan kan doen. De eerste was gewoon goed gepakt van Nigel, die komt voor de voeten, schiet erin. En ja, die tweede was gewoon een mooie corner waar iemand, ik weet niet wie zijn man had lopen. En het is 2-0. En we hebben ook te weinig gebracht, vond ik, qua voorin om een goal te maken. En dat is gewoon heel jammer voor ons. Hoe heb jij persoonlijk dit seizoen ervaren, qua groei? Ja, persoonlijk was het voor mij een goed seizoen. Ik heb de club goed geholpen, denk ik, met goals en assisten. En voor mij was het een heerlijk seizoen. En ja, ik denk altijd als team... En wij moesten gewoon erin blijven, vind ik. En dat moest gewoon. Alleen ja, uiteindelijk als je terugkijkt, dan kun je terugkijken naar een goed seizoen. Individueel. Alleen ik ben altijd een speler die altijd naar het team kijkt. En als we erin waren gebleven, ja, was het een topseizoen geweest voor mij. Alleen nu ja, ga je denken van wat kon er beter, wat kon er... Ja, je gaat dingen bedenken, wat konden we weten. Alleen ja, het is te laat. Wat was voor jou persoonlijk het hoogtepunt? Ik denk die twee goals tegen Fortuna. Ik heb nog nooit in het profvoetbal twee goals gemaakt. Dus, alles eromheen. De sfeer was toen mooi. We wonnen met 5-1. Dat gaf ons weer een lekker gevoel naar de komende wedstrijden. En dat was voor mij wel een belangrijke wedstrijd, ja. Nou, we zijn afgedaald naar die keukenkampioendivisie en je kunt daarin spelen bij een club en een club. Jij speelt nu hier en we gaan ervan uit dat je aankomend seizoen gewoon nog hier speelt. Dan mag je op zich, als je dan toch een tandje lager moet rekenen dat je hier speelt bij zo'n club met zo'n achterban? Ja, 100%. Ik ben, toen ik 4 jaar geleden hier binnenkwam, ben ik echt goed opgevangen. Ik heb stappen gemaakt, dat heeft iedereen ook gezien. En ja, als ik hier blijf, ja, zou ik me, net als elk seizoen, zou ik keihard knokken voor deze club. Ik denk dat iedereen dat moet doen. Als de mensen begrijpen wat de Graafschap voor staat. En waar de club ook hoort, wordt gewoon in de eredivisie. Dus als ik blijf, ik weet niet wat de toekomst is voor mij. Maar ik zal altijd alles geven. En natuurlijk heb ik wat minder wedstrijden, dat heeft elke speler. Maar de mensen kennen me ook, denk ik, hier al langer dan vandaag. En die weten dat ik alles geef en dat ik altijd vecht voor de club.